Waren we vroeger trots op onze Veluwe. Zo erg dat we de rest van Nederland opriepen om te komen kijken. Maar is er op dit moment nog wel reden voor trots? Want het gaat bar slecht met de natuur van de Veluwe. Heide en stuifzand kunnen heel slecht tegen stikstof. En laten we daar hier nou heel veel van hebben. Vandaag duik ik een prachtig stukje Veluwe in. De Loenermark. Met de vraag, is het tij nog te keren? En zo ja, hoe dan? Dit is al een uitzicht on-Nederlands bijna, hè? Ja, hè? Moet je kijken hoe ver. Ja, en dat hoogteverschil komt hier heel mooi. Ja, het is echt heel mooi. Ja, ja. Met heide. Ja. Ja, dit is ook wel een heel leuk stukje eigenlijk van de hei. Want je ziet, heel veel mensen denken bij een heideterrein aan prachtig paars bloeiende vlaktes. Altijd. Ja, weet je. En natuurlijk, struikhei bloedt hartstikke mooi paars. Dat is ook hei. Maar er kunnen zoveel meer soorten in die hei voorkomen. Hier bijvoorbeeld. Ja, dit is... De mannetjes ereprijs. Oh, je kleiding, ja. Ja, nou ja, en de bosparelmoervlinder, die heeft dit bijvoorbeeld als waardplant. Ja. Maar als je hier verder kijkt, hier heb je liggend walstro. Ja. Schapenzuring. Uh-huh. En eigenlijk zouden we best wel meer van dit soort diverse stukken willen in de heide. Uh-huh. Maar we hebben ook gewoon hele delen die echt vergrast zijn. En je ziet het eerst niet, maar als je met jouw ogen erin duikt, dan denk je oei, wat is hier aan de hand? Ja, ja. Ja. En dat is ook het lastige, want het gebeurt eigenlijk op de achtergrond. Het hele chemische proces van de verzuring zit in de bodem, zien we niet. Maar planten krijgen tekorten aan mineralen. Calcium, magnesium, natrium, kalium, noem het maar op. Mm-hmm. Als je een tekort hebt aan die mineralen, wordt zo'n plant sneller ziek. Ja. Heeft meer last van droogte bijvoorbeeld. Maar dat is het woord en nu. Ja. De droogste zomer in tijden komt eraan. Ja. Kijk jij nu al met angst en beven naar het terrein? Ja, eigenlijk wel. En dan heb je het met name over de effecten die elkaar versterken. Uh-huh. Dus je hebt al te maken met die verzuring. Daarnaast krijg je dan die verdroging er nog eens overheen. Ja, dat is funest voor heel veel plantensoorten. Dan hou je eigenlijk een soort dorre kale vlakte over op den duur. Ja, het wordt echt een stille grote heide. Ook een fijn beeld, hè? Mooi toch? Zo die schapen. Over de heuvel. Ja. En die eten aardig wat weg. Zeker, ja, ja. Ja, je ziet hier best wel nog wel wat gras zo tussen staan. En zeker dat jonge gras, ja, daar zijn ze wel gek op. Ze snoeien ook wel een beetje de hei, maar ze hebben ook een belangrijke rol als het gaat om een stukje beheer gewoon in de trein. Ja. Dit is mooi bij elkaar, hè? Heide en iets anders. Ja, vingerhoedskruid. En als je nog iets beter kijkt, zie je hier ook bosbes, blauwe bosbes. Hier staat zelfs de rode bosbes tussen. Twee soorten bosbes? Ja. Ja. Gaaf. Ja. Maar dit is een beetje zoals het zou moeten zijn. Ja. Dat is het heel erg niet. Nee. Hoe erg is dat nou dat die heide verzuurt en verschraalt en dat de biodiversiteit achteruit gaat? Ja. Is dat erg voor die heide of voor de rest van Nederland? Nou ja, eigenlijk voor alles, voor het geheel. Want het gaat ook over het geheel, over het hele systeem. Aha. Ik vergelijk het wel eens met een Jenga-toren, de hele... Die blokjes? Ja. De hele ecologie, want het is gewoon één samenhangend geheel. Mm. Trek je daar een paar blokjes uit, hè, soorten die verdwijnen, blijft die toren nog best even staan. Kan je een tijdje volhouden? Precies, je trekt er nog een paar blokjes uit, maar op een gegeven moment... Ja, kom je op zo'n kantelpunt en dan valt zo'n heel systeem gewoon in elkaar. Ja. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor alles wat daar ook mee in relatie staat. Want alles is met elkaar verbonden. Ja. En misschien goed om te zeggen, de mens staat daar ook in relatie toe. Hè? Wij zijn gewoon onderdeel van die natuur. Ja, en wij hebben die natuur super hard nodig. Wij gebruiken de natuur, we wandelen erin. Mooi, leuk, maakt niet uit hoe het ermee gaat. Ja. Maar als het hier slecht gaat, gaat het uiteindelijk met ons ook heel slecht. Ja, als wij niet goed voor die natuur zorgen, dan zullen wij daar op den duur steeds meer last van gaan krijgen. Deze eik hangt helemaal vol met meikevers. Ik ben hier echt op het
juiste moment, want ze zitten midden in de piek. Overal hangen vrouwtjes aan de onderkant van die zomereikbladeren om te eten, met daaromheen de mannen. Ja, die mannen hebben geen tijd om te eten, die zijn maar op één ding uit, seks, nakomelingen maken. Ja, en hoe zie je nou dat verschil tussen een man en een vrouw? Die mannen, die hebben aan de voorkant die antennes, ja, en die gaan helemaal openstaan. En die gebruiken ze om te ruiken, want die vrouwtjes die scheiden feromonen uit en die mannen die pikken dat op. Ja, en als ze dan, zoals nu, aan het eind van die piek zitten en ze op zijn, vallen ze op het eind op de grond. En hier onder die eik, ja, liggen tientallen dode meikevers. Dus deze meikevers, ja, die zijn dan in één keer een ware snackbar voor onder andere een das die hier vannacht heeft liggen te snacken. Want hier in die poep, in de verse poep, zie ik overal schilden van mestkevers, achterlijfjes, maar dus ook van die meikever. Dus alles wat hij hier ruikt, ja, gaat in zijn bekkie. Dus deze meikevers, ja, die vormen op dit moment gewoon een hele belangrijke voedselbron voor heel veel dieren. Vogels, maar dus ook zoogdieren die hier op de grond hun korstje bij elkaar scharrelen, zoals die das vannacht heeft gedaan. Grappige opbouw, hè? Loofbos, naaldbos, open vlaktes, heide, ja. Heuvelrug in de verte. Ja. Dit is een heel mooi gebied. Ja, absoluut. Maar het leuke is dat het een heel ontwerp heeft. Dit is niet van oudsher een natuurlijk gebied? Nee, nee. De Loenermark is geheel ontworpen. In de jaren 30 van de vorige eeuw, ja, was de Loenermark nog een van de laatste markenlandschappen over. Woeste gronden. Woeste gronden, ja. Heidevelden. De gemeente Apeldoorn werd eigenaar van dit terrein. Er was werkeloosheid. Dus in ja, het kader de werkverschaffing. Van, ja, de werkverschaffing inderdaad. Ja, dus het die werd heeft eigenlijk gewoon één gigantisch park. Ja, ja. Wauw. Eigenlijk naar voorbeeld van de Amerikaanse parkways. Dus dat je dus met je autootje kon genieten van dit prachtige landschap. Alleen voor de gegoede burger. Want in de jaren 30 hadden niet zoveel mensen een auto. Nee, maar er werden ook speciaal fietspaden aangelegd. Aha. Wandelpaden. En als jij er nou naar kijkt, voel je dan een diepe liefde voor de Loenermark? Ja. Ik vind de Loenermark heel mooi. Het is heel afwisselend. En als je vanuit een donker stuk bos komt, over een wandelpaadje en je komt opeens zo'n panorama tegen, zo'n uitzicht hier over de hei, ja, daar word ik wel heel blij van. Hey, kijk, hier gaat al een libel. Zullen we daar vliegen? Kijk eens wat hier aan de bus zit. Dat zie jij toch meteen? Ja. Oh ja. Kijk, moet je eens even zien. Als je goed kijkt, zie je hier eigenlijk al de vleugel aanzet van het volwassen dier, van de libel. En het mooie is dat dit de laatste vervelling is. En dat noemen ze ook wel het uitsluipen. Oh ja, en kruipt hij eruit? Ja, ja. En dan, nou ja, en dan ja, moet hij eerst eventjes aan zo'n bies blijven hangen om op te pompen. Drogen op te pompen. Drogen. Ja, ja, ja. Ja, en dan vliegt hij weg. Maar ik ben ondertussen even afgeleid, want we zitten hier op een kurkdroge hoogvlakte. Ja. We hebben hier water. Ja. Ja, hoe kan dat? Ja, nee, dat is inderdaad een beetje gek. Maar deze vijver is ook aangelegd. Ja, het is ontwerp aangelegd. Een park, hoort een vijver bij. Precies, ja. Maar het is wel mooi, dan zit je in een droog heideveld. Ja. En dan krijg je hier toch heel veel biodiversiteit door één beetje water. Ja. Er zit het hele jaar water in. Ja, het hele jaar zit er water in, ja. En natuurlijk ook voor vogels, andere dieren. En salamanders en noem maar op. Ja, 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 gewoon er ook voor. Uitkijkpunten. Mm-hmm. En dat park achteren, dat zie je wel een beetje. Echt schitterend. Ja. Maar hoe gaan we er nou voor zorgen dat dit minimaal dit blijft en eigenlijk weer diverser wordt? Ja. Meer soorten, robuuster. Ja. Maar je hebt stikstof, je hebt verdroging, nou, ja, alles. Ja. Wat gaan we doen? Ja, nou ja, weet je, die dingen, dat zijn de stikstof en droogte. Dat zijn de grote bedreigingen voor dit terrein. Ja, daar hebben wij geen vat op. Nee. Met z'n allen natuurlijk wel. Mm-hmm.
Maar wat wij hier in het terrein vooral proberen te doen is meer de mozaïekstructuur terugkrijgen. Die vergrassing, daar hebben we de schapen voor die ons een handje helpen. Maar wij proberen ook weer echt een beetje te rommelen in deze natuur zoals men dat vroeger ook deed. Dat is wat jullie intern hier allemaal doen, hè? Optimaliseren dat we weer kunnen verbeteren. Ja. Maar wat gaan we doen aan die stikstof van die droogte? Ja, toch met z'n allen daar stapjes in zetten. Zowel persoonlijk als bedrijven als de overheid. Maar er moet echt absoluut iets gebeuren. Ja, gaan we verder op deze voet, dan wordt het echt zometeen een hele, hele stille heide. Ja. Ja, prachtig dat Veluwse glooiende landschap. Die oude stuifduinen. Jeneverbessen, Grove Den. En in dat topje van die jeneverbes zit een grauwe klauwier. En die grauwe klauwier, ja, is eigenlijk wel een succes aan het worden. Ze zijn weer terug van weg geweest. Jarenlang waren ze weg uit Nederland. En steeds vaker zie je ze in het half open landschap terugkomen. Ja, en als die grauwe klauwier hier zit, weet je één ding zeker, er is voldoende eten. Want die grauwe klauwier, die heeft op het menu staan grote insecten. Kevers, bijvoorbeeld meikevers, mestkevers. En die prikken ze in struiken, als een meidoorn, sleedoorn, jeneverbessen. En bovenin het topje zit een mannetje op de uitkijk. En in eerste instantie zou je hem kunnen verwarren met een klapekster. Die je hier in de winter kunt vinden. En die eigenlijk hetzelfde eten op het menu heeft staan. Ook grote insecten. Maar wat zo anders is, is dat de klapekster heel mooi grijs is. Met alleen dat mooie scherpe masker. En die grauwe klauwier juist die hele mooie bruine rug heeft. Oh, en dan komt een vrouwtje bij. Ja, en die is veel minder mooi van kleur. Een beetje bruine kop. Ja, dat ze hier met z'n tweeën zitten. In dit mooie stukje van de Loenermark. Ja, betekent dat ze rust hebben gevonden, de ruimte en voldoende voedsel. Ja, en ik blijf het toch wel één van de mooiere vogels vinden. Ja, met een beetje dat geheimzinnige uiterlijk. Met dat gestreepte masker, ja, bijna een soort bandiet op jacht naar hele grote kevers. Bij Buitengewoon hebben we tienduizenden volgers en veel daarvan sturen af en toe een filmpje op. Soms hele mooie, soms een beetje vreemde, maar je wordt er altijd vrolijk van. Wiggle, wiggle. Kijk, zij doen het op zijn lieve heersbeestjes. Lekker comfortabel trouwens aan de rand van een blad. Houd hem maar goed vast, anders val je achterover. Ah, deze wolf geniet van zijn vrije leventje. Hij schudt zich uit, trekt een sprintje en draait in het rond. Heerlijk vertoeven op de Veluwe. Kijk, hier is een kunstenaar aan het werk. In zijn atelier maakt hij een heel mooi nest van fijn gekauwd hout. Het is heel dun, maar prachtig vormgegeven. Knap hoor. Bij Buitengewoon kan je ook meekijken op livestreams, zoals deze van de ooievaars. Daar wil je toch de hele dag naar kijken. Ze worden wel de grondtroepen van moeder natuur genoemd. Loopkevers. Een soort die je als wandelaar nooit krijgt te zien omdat ze vooral 's nachts actief zijn. Een mysterieus beestje dus. Gelukkig weet Teun van Gijzen, de loopkever-expert van Nederland, ze overdag ook te vinden. Je linkt ermee, hè? Weet je zeker dat je het goede pad hebt, Teun? Ja, ja, kijk maar. Hier staat een potje. Hier staat een potje. Dan ga ik even hoor. Kijken wat erin zit. Je hebt een potje ingegraven. Ja. Want daar komen de loopkevers op af. Die lopen dan per ongeluk lopen in dat potje. En omdat het glad is, kunnen ze er niet meer uit. Ja, en dan heb je dit gevangen. Nou, goede vangst. Ja, hele goede vangst. Een spinnetje. Kijk, een heel klein beestje, een klein loopkevertje. Ja,
Zie je nou meteen wat wat is? Nee, dat kan je niet zien. Alleen die grote wel. Wat is dat? Dat is een schalabuiter. Ja. En dat is in dit geval is dat een graslandschalabuiter. Aha. De graslandschalabuiter. Alleen schalabuiters kun je, als je dat een beetje geoefend hebt, kun je die zo op het zicht herkennen. Die is ook heel groot, hè? Dat is, maar die andere eigenlijk niet. Want er zijn zoveel verschillende soorten loopkevers. Ja, er zijn 380 soorten loopkevers. En van die 380 zijn 15 soorten schalabuiters. En nu, 60 jaar later, ben jij gewoon de enige levende loopkever-expert. Ja. Toch? Ja. En ja, dat is dus toen uitgemond in het bestuderen van loopkevers van heel Europa. Als je die 350, 60 soorten bij elkaar veegt, wat is het kenmerken aan loopkevers, behalve dat die loopt? Nou, in feite dat ze op de grond leven. Aha. Ze leven op de grond en ze kunnen heel hard lopen. Dat kun je in feite al zien, als je hier loslaat en is die weg, is het ook gelijk weg. Ja. Vind je hem niet meer terug. En ze leven van andere dieren. Het zijn meestal, altijd uitzonderingen, het zijn meestal roofdieren. Aha. Ze eten andere dieren. Je denkt gezellig loopkevertje, maar het zijn gewoon... Ja, het zijn roofdieren. Killers. Ja, ja. Zit er ook iets in? Dat ze een soort geweren is. Lijkt niet veel. Nee, dode boel. Nou, dat is de buit van twee bakjes. Ja, ja, zeker. En nu? Nou, daar zit toch wel een stuk of 6 soorten in, zo te zien. Ja. 6 verschillende. Maar die moeten we van dichtbij gaan bekijken, zo, hè? Nou, dat kun je dan opzuigen. Kijk, die zit afgesloten met een gaasje. Mm. Een soort stukje nylonkous. Zodat je dus wel de zuiglucht kan produceren waarmee dat beest op kan zuigen. Maar het beest kan niet in jouw mond trekken. Maar dat is vraag 2. Hoeveel heb je er al in geslikt? Daar komen ook geen zandkorreltjes door. Oh nee, dat is goed. Nou. Dus, heel hard op de handen. Dan kun je hier zien. Je hebt echt een verbluffende zuigkracht voor je leeftijd. Kijk, hier zit hij in. Daar zit hij in en dan kan je hem gewoon beter bestuderen. Dan kun je thuis kijken wat het is. Ja. En wat is de functie van de loopkever in de hele Nederlandse natuur? Nou ja, dat is een schakel in een hele lange keten van allerlei planten en dieren. Ja, zeg maar. Hier gaat er nog eentje. Ja, verdomd. Ik heb er ook één opgezogen. En hoe oud wordt een loopkever gemiddeld? Nou, een week of 3, 4. Zo weinig? Ja, ja, want dan hebben ze een functie gehad. Die rennen maar wat rond tot ze groot zijn en worden ze opgegeten. Die zoeken een partner om te paren en om eitjes te leggen. Ja. En dan is het klaar. En uit je eitjes komt geen loopkever. Dat is dan natuurlijk wel belangrijk. Uit zo'n eitje komt geen loopkever. Zo'n klein loopkevertje... Ja, er komt ook geen klein loopkevertje wordt nooit een groot loopkevertje. Dat moet je uitleggen. Ja, nou, ze leggen een eitje en dan komt een larfje uit. Mm. Het larfje dat groeit wel. Dat eet allerlei andere beestjes ook weer. Dat is ook weer een rooflarfje. En als het volwassen geworden is, volgroeid is, dan verpopt dat larfje zich. Mm-hmm. En uit dat popje komt dan een loopkever. Uiteindelijk, Ook als het een zwarte loopkever is, is die bij het uitkomen eerst wit. Want het larfje is ook wit. Hoe lang heb jij moeten studeren om er zoveel vanaf te weten? Nou, dat kun je niet studeren. Dat moet je gewoon uit jezelf verzinnen en ontdekken. Ja, hier in de struikhei zit een groepje heideringelrupsen. En die heideringelrupsen, die vertonen wel een beetje raar gedrag. Want ze maken hele pulserende bewegingen. Een soort spastisch heen en weer gaan. En dat doen ze niet zomaar. Dat doen ze omdat ze niet willen opgegeten worden door de sluipwesp. Dus het is als het ware een soort verdedigingstactiek. En terwijl een paar heideringelrupsen dit doen, kan de rest eten. En ze eten van de struikhei. En die struikhei, die is hier voldoende te vinden op de Loenermark. Maar dat heen en weer gaan is niet de enige tactiek om zich te beschermen. Die rups zit namelijk vol met haren. En die haren beschermen ze weer tegen predatie van vogels. Maar hoe langer ik naar deze rups kijk, hoe fascinerender ze zijn. Ze hebben een metallic blauwe kop, bronzige haren, hele mooie lengtestrepen, oranje, een beetje zwart, blauw. Ja, gewoon een hele mooie rups om te zien. En misschien denk je wel in eerste instantie, is dit geen eikenprocessierups? Maar nee, dit zijn heideringelrupsen, hartstikke zeldzaam. En straks wordt het gewoon een hele bruine, normale nachtvlinder. En een bijzonder dingetje is,
hier in het oosten van het land zitten ze op de struikhei. Maar op de Waddeneilanden, met name Texel, heeft deze rups als waarplant de rolklaver. Totaal andere soort plant, wel een beetje vreemd. Ja, als je de details van de natuur wil vastleggen, gebruik je gewoon een macrolens. Deze kleine rupsen met al die haren, ja, die zien er door deze lens uit als punkers. Heb jij nou ook een mooie foto gemaakt in de Gelderse natuur? Stuur hem in en doe mee aan de fotowedstrijd. Volgende plek? Ja, dat is hier aan een plasje. Oh ja. Heb je totaal andere loopkevers. Andere biotoop, andere kevers. Andere biotoop, andere kevers. Ja, precies. Nu is het weer bramen en brandnetels. Hey, kijk eens. Ja, niet op mij. Alles voor de wetenschap. Zo'n glimmertje. Als ze glimmen, zijn er ook levens. Ja. Nee, dat is wel mooi. Zo. Zie je? Flink veel. Dat is de moeite. Wat hebben we? Ja, in ieder geval twee verschillende soorten zie ik al. Moet je kijken, Tuin. Ja. Die kopjes zijn helemaal... Glimmend metaal. Nou, deze weet ik toevallig de naam uit mijn hoofd. Dat zijn zwartsprietfluweelkevers. Hoe? Zwartsprietfluweelkevers. Zo. Maar al dat fluweel, dat staat erom, als je het onder de microscoop bekijkt, dan hebben ze haartjes op hun schildjes. Ja, ja. Dat noem je een fluweel. Nou, dat zie ik zo ook al hoor. Gaat dat open? Dat gaat zo open bij mij. Dit is de grootste en dit is de kleinste. Dus naast elkaar? Dus alle loopkevers zitten tussen die twee in. Geweldig. Groter dan dit hebben we niet en kleiner dan dit hebben we ook niet. En heb jij dit nu zelf allemaal opgeprikt en gecategoriseerd? Eén vooral, één opgeprikt en gecategoriseerd. Kijk, hier zie je dat nog hetzelfde nog een keer. Alleen heb ik hier de extra kever die mensen nog wel eens gezien hebben. Dit is de grootste en dat zijn de kleinste. En dat is dus die gouden loopkever. Die is wel heel mooi, hè? Waar iedereen gek op is. Hij is beeldschoon. Die bestaat. Maar hoe doe je dat? Dan heb je zo'n kever in zo'n potje gevangen. Ja. En dan je kan hem niet op de kop slaan. Nou, dus. Nou gooi ik ze in een pot met alcohol. Oh ja. Gaan ze dood. En dan kun je ze 10 jaar bewaren als je wilt. Nog 10 dagen of 10 uur. Ja. Maar voor zo'n mooie collectie moet je dus wel eerst enorm moorddadig zijn. Ja. En dan kan je beginnen. Ja, maar als je ze toch niet dood wilt trappen, kun je ze ook verzamelen. Ja. Anders trappen ze dood. Of ze worden door doods doodgereden. Ja. Ja. Dus dit is maar beter. Dood gaan ze toch. Dat is waar. Dood gaan ze toch. Maar even Teun, hè. Nou hebben we een beetje het belang van de loopkever vastgesteld. Hij zit in de voedselketen. We hebben hem nodig. Maar hoe komt het dat iemand zijn hele leven lang met loopkevers bezig is? Wat is er zo mooi aan? Omdat, het is niet alleen mooi. Knoopkevers zijn niet speciaal mooi. Snuitkevers vind ik eigenlijk mooier. En die boktoren zijn hartstikke mooi. Boktoren, ja, die zijn goed. Dat zijn ook kevers en boktoren zijn kevers. Mm. Boktoren maar zijn jij doet loopkevers. Maar ik doe loopkevers omdat ik daar ooit mee begonnen was. Ik uitgegroeid ben tot een deskundige en vandaar dus bekend ben als deskundige. Maar dan begrijp ik eigenlijk uit je woorden dat je er nooit meer van afgekomen bent. Nee, dat is zo. Ik word nog steeds gecontracteerd door mensen van Teun, ik heb een paar loopkevers gevangen, maar ik kom er niet uit. Laat ik het anders vragen. Stel je mocht je hele leven opnieuw doen, zou je weer voor de loopkevers gaan? Nee, heb ik dat gedaan omdat er behoefte was. Mm. Ook een zakelijke behoefte, een wetenschappelijke behoefte. Maar ja, als het vrijwillig zou zijn, dan zou ik misschien ook naar vlinders gegaan zijn. Maar ja, ik had wel altijd wel de neiging om iets te doen wat anderen niet doen. Aha, dat is het. Wat anderen, om speciaal te zijn. Ja. Om speciaal te zijn. Wat een sfeertje. De zon is onder. De maan schijnt door de grove den. En overal om me heen vliegen nachtzwaluwen. Dat
typische geluid. Het klappen met hun vleugels. En af en toe dat contactroepje. Ja, de nachtzwaluw is echt de meest mysterieuze broeder hier op de Veluwe. En die vogel die zit op de rand van bos naar heide, in het open zand of tussen een paar heidepollen. Ja, daar vind je hem niet, want het is een meester in camouflage. Maar zo op de avond, ja, dan wordt er gejaagd. Dan wordt een territorium aangeduid met dit geluid. Ja, een soort oergeluid waar ik enorm veel kippenvel van krijg. Want je hoort dit alleen maar als je laat op de avond nog buiten bent. En dan gaat er een zitten. In de grove den. Ja, je ziet gewoon die snavel heel snel trillen. Prachtig. Wat een geluid maken deze vogels. Je kunt het misschien het beste vergelijken met een grote krekel. Een continu repeterend geluid. En terwijl die daar in de boom zit, vliegt er een andere nachtzwaluw voorbij. Ja, kun je het vliegen noemen? Het is een soort van glijden door de lucht. Prachtig. Wat een schouwspel. Ja, die nachtzwaluw. Echt wel de meest bijzondere vogel hier van de heide op Bloemenmarkt.